Ja, iedereen in Hattem kent natuurlijk de kerktoren. Wat weinig mensen weten, is dat er nog een toren is bij de Andreaskerk. En die staat hier achter mij, de toren van de Annakapel. En wat de Annakapel is en hoe die hier gekomen is, dat vertelt ons Teun Juk. Die heeft er een boek over geschreven. Wij gaan naar binnen om hem te vragen. Teun. Goedemorgen, even naar de Annakapel, daar kun je wat over vertellen, heb ik begrepen. Ja, goedemorgen Gerard. Ja, wij gaan inderdaad naar de Annakapel. Een prachtig onderdeel van deze hele mooie Andreaskerk. Ja. Zullen we naartoe lopen? Ja. Ja, nee, dit is echt geweldig. Kijk, als je goed kijkt naar deze ruimte, dan zie je zeg maar dat het koor en de kapel, dat het in één periode, in één tijdperk zeg maar, is gebouwd. Ja. En dat was in de hoge middeleeuwen, in 1504. Toen is dit gedeelte zeg maar, in gebruik genomen. Je ziet ook, als je omkijkt, dat die andere gewelven zijn heel anders van vorm. En dit is typisch iets van rond 1500. Ja. Ja, je hebt een heel boek geschreven over deze Annakapel. Ja, dat klopt. Zullen we even de gins gaan zitten? Ja, dat is goed. Dan kun je er wat over vertellen, want volgens mij heb je heel veel interessante details het over dit gedeelte. Het is een heel boeiend verhaal, Gerrit. Ja, om te beginnen, wie is Anna? Ja, wie is Anna? Iedereen heeft een moeder. En als je de Bijbel leest, dan lees je nergens wie de moeder van Maria is. En Maria is de moeder van Jezus. Maar de Bijbel vertelt niet wie de moeder van Maria is. En nu is het zo dat er een apocrief boek is. En in die apocriefe boeken, daarin kun je lezen dat de moeder van Maria Anna heette. En de vader van Maria heette Joachim. En dat is zeg maar de basis voor de Anna-vereering vanaf 1200 met een hoogtepunt zeg maar rond 1500. Dus eigenlijk was Anna de oma van Jezus. Ja, zo zou je dat inderdaad kunnen zeggen. En je had het over de apocryfe boeken. Wat zijn de apocryfe boeken? Nou ja, kijk, op een gegeven ogenblik heeft de toenmalige kerk, in de derde, vierde eeuw, hebben ze bepaald welke boeken opgenomen zouden worden in de Bijbel en welke niet. Nou, er is ook een proto-evangelie van Jacobus en dat is buiten de lijst van de kerk gevallen. En toen hebben ze later zeg maar wel gebruik gemaakt van die apocryfe boeken. En daardoor is ook het verhaal van Anna en Joachim opgekomen. In de middeleeuwen waren vrouwen heel erg belangrijk. Het feit dat men dus de heilige Anna zo vereerde, had ook te maken met haar persoonlijke geschiedenis. Heel veel vrouwen konden zich goed herkennen in de heilige Anna. Zij had heel moeilijk kinderen kunnen krijgen. Uiteindelijk kreeg zij een dochter, Maria. Die brachten ze later, toen ze meisje drie jaar was, hebben ze haar ook zeg maar, naar de tempel gebracht. Haar man is overleden. Ze is voor de tweede keer getrouwd. Ze is later voor de derde keer. Trouwens, ze wordt afgebeeld als een wijze vrouw die veel heeft meegemaakt zeg maar, in het leven. En men kwam ook in deze kapel om tot haar te bidden, ook om vruchtbaarheid. Heilige Anna kon zelf moeilijk kinderen krijgen, dus men bad dan tot haar, via haar tot God, om te zorgen dat men inderdaad kinderen zou mogen krijgen. Dus zij was voor de gewone gemiddelde vrouw in de middeleeuwen was zij een voorbeeld. Ja, deze kapel is dus later bijgebouwd, jij zei in het kader van de Anna-verering. Wie heeft opdracht door daarvoor gegeven? Nou, deze kapel zeg maar, maakt onderdeel uit van een bouwkundig plan. Wat in 1503, 1504 gereed is gekomen. De een denkt dat ze daar in 1490 mee zijn begonnen. De andere denkt rond 1500. Zelf denk ik inderdaad 1500, 1504. Dat is zeg maar, het nieuwe koor wat je daar hebt in deze kapel. Als één geheel zeg maar, zijn en gebouwd. Nou, als je op het hoogkoor kijkt, dan zie je daar dat het wapen van de hertog van Gelre centraal staat boven de plek waar ooit het altaar stond. En daarnaast zie je nog een wapen. En dat is het wapen van de familie van Oldeneel. En die familie die heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij de verbouw van deze kerk rond 1500.
Ja, toen we net binnenkwamen, toen zei ik van, hé, we gaan naar boven toe. Maar je kunt dus duidelijk zien dat de Annakapel op een ander niveau gebouwd is dan de oorspronkelijke kerk. Ja, nee, dat kun je inderdaad zien. Hè. Dat zie je in alle Rooms-Katholieke kerken. Dat is zeg maar het sacrale, gewijde deel waar de priesters hun werk deden, duidelijk wat hoger ligt dan het deel wat voor de leken is bedoeld. Er werd eerst een altaar hier neergezet en dat altaar werd op naam gesteld zeg maar, van de heilige Anna. Maar toen in 1504 werd er een testament opgemaakt. En dat was een lid uit de familie van Oldeneel. Samen met zijn vrouw bepaalde hij dat als nadat zij overleden waren, dat van hun erfenis, zeg maar, er een priester verbonden moest worden aan het altaar in deze kapel. Waardoor, zeg maar, de mis gelezen kon worden. En waar was dat voor bedoeld? Voor het zielenheil van de familie zelf. Want als je geen kinderen had, dan konden de kinderen niet voor jouw zielenheil bidden. En in 1517, toen veranderde dat. En waarom veranderde dat toen? Dat kwam omdat Ernst van Bamberg werd in dat jaar drost van Hattem. En hij was getrouwd met een lid uit de familie van Gelderen. Hij was dus een lid uit de familie van de hertog van Gelderen. Nou, en die man had gewoon macht. Hij was een belangrijke legeraanvoerder van de hertog in die tijd. Die van Bamberg die wilde van deze kapel een memoriekapel maken in feite voor hemzelf. En hoe heeft hij dat uiteindelijk voor elkaar gekregen? En dan zijn we weer een paar jaar verder. Toen nam hij in 1520 nam hij een reliek mee uit het zuiden. En waarschijnlijk uit Trier. Dat reliek zeg maar, heeft hier een plek gekregen in de kerk van Hattem. Waarna er dus Hattem een bedevaartsoord werd. Hattem een bedevaartsoord. Dat had ik nog nooit gedacht. Dat kun je lezen in het boek van je allemaal. Kost het veel energie om zo'n boek samen te stellen? Wat zijn je bronnen? Waar moet je allemaal uit putten? Dat doe je niet zomaar. Je moet veel lezen. En ik loop inmiddels een tijdje mee. En ik heb meerdere boeken geschreven. En ik heb gewoon een bijzondere fascinatie voor de middeleeuwen. En het is een periode dat er gewoon enorm veel gebeurde. En als je dus kijkt dat in 1504 het altaar in Hattem door de bijbisschop van Utrecht werd ingewijd. En dat 75 jaar later de soldaten hier in de kerken zijn en de altaar en de beelden stuk slaan. Ja. Dus die hele devotiebeweging, hè, die door die reformatie die er kwam, was het ook in één keer, na 75 jaar, was het gewoon weg. En toen ging men op een nieuwe manier zeg maar kerk zijn beleven. En die geschiedenis, ja, die zit helemaal zeg maar in deze kapel. Ja, als je zo naar boven kijkt, zie je prachtige schilderingen die mooi teruggerestaureerd zijn in volle glorie. Wat stellen de symbolen voor en wat zijn dat voor figuren die je hierboven ziet? Ja, kijk, daar zie je de apostel Andreas. Dat is de beschermheilige van deze kerk, de eerste beschermheilige van deze kerk. En vervolgens zie je ook de heilige Catharina. En zij is de tweede beschermheilige van deze kerk. En een vraag is natuurlijk van, ja, wie was er nou het eerst? Kijk, de apostel Andreas, die zit hier ook dichter bij het altaar. Dus de apostel was belangrijker dan de heilige Catharina. Wat bijzonder vind is dat zeg maar, de kerkheiligen die zijn niet overgewit. Dat is in heel veel kerken is dat gebeurd. Alleen de Hattemers die hebben Andreas gewoon ook in ere gehouden. En iedereen weet ook dat toen ik in Hattem kwam wonen, was dit de Andreaskerk. Niet de hervormde kerk, nee, het was de Andreaskerk. Dus men heeft altijd heel veel bewondering gehad voor de apostel Andreas door de eeuwen heen. Je zat zo pas op de plek waar ongeveer het altaar heeft gestaan. En hoe weten we dat? Je ziet je namelijk boven, en dan moet je maar echt maar naar boven kijken, zie jij een verbeelding van Christus als man van smarten. En hij heeft zeg maar, hij zegent de wereld met zijn linkerhand. En als je goed kijkt, zit er ook nog een nagel in van het kruis. Hij houdt in zijn rechterhand houdt hij een geestel en een roede. En dat is natuurlijk ja, de martelingen die hij heeft moeten ondergaan op weg naar zijn dood. Maar hij is de triomferende Christus. Hij is opgenomen in de hemel. En dat zie je aan de verbeelding van de twee engelen. De ene engel heeft het kruis met drie nagels. Ja. Met daarboven Inri. Het bekende opschrift van Jezus de Nazaree, de koning der Joden. En daarnaast zie je dus een geestelkolom.
met de andere engel heeft een geestelkolom met ook weer de geestel en de roede. Want dat was namelijk de manier waarop men in de middeleeuwen, ook op het plein van Hattem, zeg maar, ja, als men mensen strafte, dan deed mensen die kregen met de zweep, dan ging dat aan een geestelkolom. En waarom is deze voorstelling hier? Om de mensen in de kerk te laten doorleven hoe Christus heeft moeten lijden en sterven. Christus kijkt van boven naar de eenvoudige gelovigen, zeg maar, hier beneden. En de tweede schildering die je daar aan de wand ziet, die houdt eigenlijk verband met deze schildering. Het is de tijd ook van de moderne devotie. Mensen die keerden zich tot God, een stukje bevindelijkheid zeg maar in die tijd. En dat is eigenlijk heel mooi, want die schilderingen van Job, die verbeelden eigenlijk het leven van de mens. Er zit een hele mooie boodschap in. En er zit ook een stukje optimisme uiteindelijk in, want ja, toen het goed ging, ja, was het heel makkelijk om christen te zijn. Maar als het minder goed gaat, hoe hou je je dan? En Job is altijd standvastig gebleven, hoewel hij het heel erg moeilijk heeft gehad. Al de verhalen die je me verteld hebt, staan uiteraard in dat mooie boek van je. Ik heb het de proefdruk mogen zien. Ja, zij kunnen het boek bestellen door een mailtje naar mij te sturen. t.juk@solcom.nl. Ik heb ook een advertentie geplaatst in de Hattemer van afgelopen week. En ja, mensen kunnen de bon uitknippen, zeg maar, en bij mij insturen. Verder heb ik een brochure. Dus als men mij mailt, dan stuur ik de mensen deze brochure toe. Die bezorg ik ook de komende periode huis naar huis in Hattem. Een mooie brochure. Ik zie daar een afbeelding aan de buitenkant van het boek. Die vind ik in de hele kerk niet. Nee, dat klopt. Kijk, dit is een beeldend kunstenaar, Dick Bouw uit Hattem, heeft voor mij ontworpen om aan te geven dat het verhaal van Anna op zich tijdloos is. Dat wordt hierin uitgedrukt. En je ziet ook de intimiteit tussen moeder, dochter en kleinkind. Nou, als je zelf kleinkinderen hebt, dan ken je dat gevoel wel. En dat straalt dit verhaal ook helemaal uit.